Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van vrijdag 25 mei. Vanochtend begon de dag met mist in het zuiden, maar die is nu aan het oplossen. In het noorden is het bewolkt en hier vallen her en daar nog enkele buien, maar elders is er volop zon bij temperaturen rond 19 graden. Vanmiddag stijgen de temperaturen naar 24 tot 26 graden. Aan de kust kan de wind wel vanaf zee gaan waaien en dan wordt het daar een paar graden frisser. In de loop van de middag ontstaan er enkele regen- of onweersbuien, lokaal ook met hagel. Vanavond nemen deze buien activiteit af en dan wordt het vannacht overal droog bij minima van een graad of 15. Morgenochtend is er eerst nog wat bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt overal de zon door en het wordt een erg warme dag met temperaturen van 27 tot lokaal en tropische 30 graden in het diepe binnenland. Een prima dag dus om erop uit te trekken, om te wandelen of te fietsen of te barbecuen, want het blijft ook s'avonds nog lang warm. Ook zondag wordt een warme dag. Er is dan in de middag en avond wel kans op een onweersbui in het zuiden. En na het weekend blijft het ook nog warm, maar de kans op regen of onweersbuien neemt dan wel toe. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.